Zou je kunnen zeggen dat je gezien hebt wat er ontbrak aan de opleiding en misschien ook wel de begeleiding van die jonge mensen? Nou, toen zag ik dat nog niet, maar dat zie ik nu ik lesgeef aan het conservatorium. En dus zie de kandidaten en de zangers bij het IVC in de producties. Ik doe veel advieswerk voor muziektheater en daar wordt meestal gebruik gemaakt van jonge zangers. En dan zie je gewoon wat er zou ontbreken. En dat vind ik wat er heel erg ontbreekt, is de repertoirekennis. Dus welk vak hoort bij welke zanger? Dus, leg eens uit. Nou, ik zou maar zeggen, een sopraan is niet een sopraan. Je hebt een sopraan voor de lichtere werken, een soubrette. Ik bedoel, die zingt de jonge meisjes, Despina in Così fan tutte, Cerlina in Don Giovanni. En zo zijn er een heleboel van die rollen. Maar die kan bijvoorbeeld geen Brunhilde zingen in de Wagner-stukken. Dus je hebt verschillende genres, stem. En dat geldt voor de tenoren, de baritons en de mezzo's. En ik denk dat er op het ogenblik, niet bij allemaal, maar die kennis, die is niet helemaal naar mijn gevoel ingevuld overal. En dat, hoe dat komt, ja, ik denk dat de mensen niet meer van jongs af aan geïnteresseerd zijn. Je moet kijken, repertoireontwikkeling en kennis, daar moet je van jongs af aan beginnen. Daar moet je alles zien, gehoord hebben, gelezen hebben, weten, dat hoort bij die, dat hoort bij die, dat hoort bij die. Ik denk dat in de opleidingen de mensen te voorzichtig zijn. Dat je pas op je 35e Tosca mag zingen. En dat is soms misschien wel nuttig. Maar aan de andere kant, wat ik net uitleg, de tijd dringt. Hè? Dus je moet klaar zijn. Hè? De bewegingskant, de theaterkant, is heel slecht vertegenwoordigd, vind ik, op de conservatoria. Dus het bewegen, of gewoon, ja, het is vaak als het theater is, staan de mensen met twee handen. En dan denk je, ja, maar hoezo nu? Hè? Dus maar, ja, een gebaar moet een functie hebben. Of met welk been alleen al dat vertrek ik, ga ik zo weg? Of heb ik me alleen al dat soort dingen, dat wordt absoluut niet geleerd. Hoe sta ik? Hoe draag ik iets uit? Hoe kan ik onafhankelijk mijn inderdaad de emoties van mijn technische dingen scheiden? Nou, dat zijn dingen die vind ik dus, dat is dus te weinig. Dat heeft natuurlijk zeker te maken met de tijdsduur van de studie. Dus dat je zegt voor een zangstudie, ja, 7, 8 jaar moet je het dan toch wel uittrekken. Maar dan moet je wel aan de bovenkant, na een jaar of 5, moet je het dus wel gewoon dan in je richting gaan. Is er voldoende aanwas aan de onderkant? Is er voldoende aantrekkingskracht op jonge mensen? Ja, dat denk ik wel. Ja, ja, dat wel. En er wordt ook op het ogenblik bij ons best wel veel gedaan voor de jonge zangers. Wie daar voorop loopt is Miranda van Kralingen van de Opera Zuid. Die dus echt jonge zangers engageert en die ze dan ook een 2 jaar min of meer op een contract in huis heeft. Zodat ze een aantal rollen kunnen doen, wat heel belangrijk is. De Reisopera heeft een soort studio met jongere producties. Het is eigenlijk geen studio, maar eigenlijk producties voor jongeren. Dan heb je natuurlijk de Opera Academie van het Conservatorium van Den Haag en Amsterdam. En die wordt geleid door Sandy Oliver, ook een zanger, net als Miranda van Kralingen. En daar merk je dat die toch ook qua repertoirekeuze voor de mensen dat heel goed weten. En die opleidingen en die cursus, die lopen ook vol? Ja, die lopen vol. Ja, ik denk dat er meer belangstelling is dan plaatsen. Dat denk ik wel. Maar ik denk dat als je ziet de mensen uit het Verre Oosten, Chinezen, Koreanen, Japanners, dat die een aanmerkelijk hogere werkdiscipline hebben. Ik heb wel het gevoel dat het hier wat te makkelijk wordt overgedacht. Dus dat als je van het conservatorium komt, dan gaat de telefoon en dan zijn we er. Maar dat werkt dus absoluut zo niet. Dus daarom zijn die concoursen ook gewoon goed. Je kunt je meten met de ander, je weet gewoon, daar sta ik. En dat je kijkt, oh jee, van, nou, dan moet ik nog wel even aan de gang of zoiets, hè.